Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kinderpretpark Julianatoren. Dit is de tante van meneer Kaasgaaf. Ik moet nu meteen naar mijn tante in Texas. Tante in Texas? Ja, ze heeft mijn hulp nodig, dus ik moet nu meteen gaan. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. De muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met u en Julia. Wat zijn we? Hapakee. Ik ben zo... ja. Haha, zo. Gadver... Tamme zag! Nog meer gadverdamme zeg! Kareltje. Jij bent nog net als vroeger. Volgens mij weet jij nog steeds niet wat echt hard werken is. Nou, tante, dat weet ik wel, want op de Julianatoren... Oh, Gert, op de Julianatoren. Een beetje de hele dag in alle attracties spelen. Weet je wat? Ga jij de hooibalen maar eens even lekker opstapelen. Nee, maar tante, ik wil... Ja, tante. Ik ga. Ja. Oh, wat moeten we nou doen? Oh ja, straks is alles verkocht. Oh, en mijn mooie suikerspinhuisje ben ik ook al kwijt. Oh, Jo en Julia, ik ben zo bang dat we straks alles kwijt zijn. Oh, nee, toch? Nou, even aan de kant jullie allemaal, suikerbolie, hé. Verkocht! Ook al verkocht? Oh, weet je wat wij moeten doen? Wat dan, Julia? Wij moeten meneer Kaasgaaf zien te bereiken. Ja. Hij moet heel snel terugkomen en een einde maken aan al die verkopen. Oh, wat een goed idee, Julia! Wat een fantastisch idee, Julia! Oh, kom snel, jongens! Ja, kom. Daar gaan we! Ja, deze staan zo goed. En dan die laatste bovenop, zeg. Nou, dat staat goed, zeg. Dat staat heel goed, zeg. Dat staat heel... Oh! Ja, zo. En met meneer Kaasgaaf. Oh, geef die maar eens hier. Nee, maar tante, dat is mevrouw Suikerspin. Misschien is het wel belangrijk. Niets mee te maken. Tijdens het werk wordt er natuurlijk niet op het telefoon gespeeld. Wat is er, mevrouw Suikerspin? Kom, meneer Kaasgaaf, deze kant op. Ik heb meneer Kaasgaaf helemaal niet gesproken. Niet gesproken? De verbinding is verbroken. Huh? Oh nee. Maar dat betekent dat we de verkoop van de attracties niet kunnen stoppen. Oh, en dat, nee. Dat er straks geen attractie meer staat in ons park. Oh, wat erg. Nee, joh, wat erg. Tante? En zou ik misschien heel even mogen bellen naar mevrouw Suikerspin? Hè? Ja, ik moet weten of het goed gaat op de Julianatoren. Dat kan. Oh, dat is fijn. Als je eerst het hooi van de wagen hebt gehaald. Ja, maar tante, ik dacht zelf om... Ik ga al. Ja, hop, hop. Ik ga, ja, hop, hop. Wat nou als we een brief sturen naar meneer Kaasgaaf? Een brief? Ja, en daarop schrijven we dat hij nu meteen moet terugkomen, omdat de boeven alle attracties aan het verkopen zijn. Maar Julia, het duurt toch super lang voordat die brief in Texas is? Ja, Julia. En morgen vroeg om 9:00 komen alle kopers het hier al leeg halen. Ja. Oh, de brief zal nooit op tijd in Texas aankomen. Nee. Oh, daar had ik even niet aan gedacht. Oh, meneer Kaasgaaf.
Ik mis u zo. Och, lief suikerbolletje van me. Hier ben ik. Ja. Oh, een kusje. Oh, gemene boeven. Het gaat jullie nooit lukken om alles te verkopen. Oh, en wie gaat dan ons tegenhouden? Hè? Jullie? Oh, voordat we het vergeten. Wat doe je? Doe nou. Doe nou wat? Wij zijn hier toch alles aan het verkopen? En wat hebben wij zojuist verkocht? Oh ja! Ja! Ja. Zo. Ja. Mijn schoenen? Oh, maar die kun je toch helemaal niet verkopen? Nou baas, dat is inderdaad wel een beetje raar. Ja, nu. Nou, zeg, luister. Dit is mijn park en die schoenen staan in mijn park. Dus ik mag verkopen wat ik wil. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. En pas nou maar op. Want anders verkopen we die muisjes straks ook nog, hè? Nee! Kom mee. Ja, kom eet. Ons verkopen, dat kan toch niet? Nee. Oh, Jul en Julia. Ik zal het nooit zo ver laten komen, hoor. Nee. Zo. Ha. En dan deze van de wagen. Zo. Hoe ik kan niet meer. Als ik nou eens eventjes ga zitten. Ja. Nou, dat zal tante vast niet erg vinden. Nee. Even een paar minuutjes aan niks. Ja, meneer, u ziet het met deze dino in uw achtertuin. Het visitekaartje van de stad, hè? Ja, nou, ik moet er wel eerlijk mee geven. Hij ziet er levensecht uit. Ja, 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 ja. En daarom is een prijsje van een 200.000 euro natuurlijk ook zo gek nog niet, hè? 200.000 euro, baas? Dat is toch ontzettend veel geld? Hou je mond, kalkoen. Nee, baas, het is een dino. Weet u wat? Ik koop hem. Die is hartstikke gek. Oh, nee. Nee, ik bedoel natuurlijk fantastisch. Ja. Van harte gefeliciteerd met de aankoop van de dino. Ja, ja, ja. Even tussendoor. Ik zei natuurlijk dat u gek was, maar dat bedoel ik niet zo. Ja, bent... ja, zo weten we alweer genoeg, hè. Zeg meneer, ontzettend gefeliciteerd. En het zou heel fijn zijn als u direct zou kunnen betalen, hè. Oh, uiteraard. Ja. En dan kunt u morgen de dino om 9:00 ochtends ophalen. Ja. Dag. Dag. Ontzettende domme gans. Nou is het weer een gans. Eh? Ik dacht toch echt dat het een domme dino was. Kom mee. Kom mee. Dag liefie. Hey, dag, tot morgen 9:00. Kom nou. Ja, ik kom al, baas. Ah, wat is dit nou, zeg? Oh, stop nou even. Ah, wat is dit nou weer, zeg? Dit is toch geen achtbaan? Stop. Oh, dat stop nou even. Zeg, Tatja. Stop eventjes, zeg. Oh, nee, wacht nou even. Oh, Tante, help nou even. Tante. Is dat maar gelukt, Kareltje? Ja, Tante, het is allemaal gelukt. Dames en heren, we onderbreken deze mooie cowboy-serie voor een extra nieuwsbericht. Vandaag was namelijk een bijzondere dag op het bekende kinderpretpark Julianatoren. De allerlaatste attractie is vandaag verkocht. Er zal vanaf morgen dus dan ook geen attractie meer te vinden zijn op dit geliefde pretpark. En naast mij staat de directeur van het park, meneer Kaasgraaf. Vanwaar het besluit om alle attracties te verkopen? Nou ja, kijk, er is een tijd van gaan en er is een tijd van komen. En de tijd van gaan is nu gekomen, snapt u? Ja, maar wacht eens even, wat dan nu? Waar kunnen de jongens en meisjes nu dan spelen? Oh ja, nou, dat is leuk dat je het vraagt, want binnenkort opent hier een prachtig nieuw park. En ja, de Juliana Tower. Juliana Tower? Dat sounds great. Tower, ja. Ja, en dat wordt veel, veel mooier en veel duurder. Ik bedoel, leuker natuurlijk dan dit parkje. Maar duurder? Vergist u zich nou? Was dat gewoon ik? Nee. Echt veel leuker. En we verwachten veel kinderen. Ik hou zo van kinderen. Hè. Ja, maar hoe gaat u het leuker maken? Laten we tot het punt komen. Hoe maakt u het leuker?
Zeg, kan het hier een beetje zachtjes allemaal, hè? Meneer Kaasschaaf, wat bent u veranderd? Veel leuke dingen voor kinderen, hè? Ja, dat is zo gezellig. En de ouders moeten meekomen en de opa's en oma's natuurlijk ook. Met z'n allen, neem de hele straat mee. Allemaal kaartjes kopen, goed van tevoren. De marketingcampagne draait, hoor. Niet draait. Oh, en ook graag dat je wat te drinken en te eten natuurlijk dat doet. En wel knuffeltjes van mij komen. Zeg nog één keer. Gert, ga je de petpak verkopen? Maar tante, dat ben ik helemaal niet. Dat is die gemene boef die al jaren probeert de baas te worden van mijn pretpark. Wacht eens even. Hij heeft er natuurlijk ook voor gezorgd dat ik nu hier ben. Tante, het spijt me, maar ik moet nu meteen gaan. Helemaal niet. Jij gaat helemaal nergens heen, want de koeien moeten nog op stal. Ja, maar tante, mijn vrienden en het park hebben me nodig. Waag het niet om zomaar bij mij weg te gaan nu, Kareltje. Sorry, tante. Ja. Kareltje, waag het niet om weg te rennen! Zo. Kom op, paardje. Naar het vliegveld. Ja. Dit was het dan. Het einde van de Julianatoren. En wat moeten we nu dan gaan doen, mevrouw Suikerspin? Oh, ik weet het niet. We hebben tot morgen vroeg 9:00 om de laatste spulletjes op te halen. Dan komen alle kopers om alles leeg te halen. Echt waar? Mama, maar dan hebben de boeven gewonnen. Oh. Ik ben bang van wel. Oh. De boeven hebben inderdaad gewonnen. Oh, nee toch? Kom. Oh, nee. We gaan. Kom, mevrouw Suikerspin. Oh. Zo, baas, wat een grote. Ja, dat is de eerste. Kijk, daar komt er nog een. Ja, maar ja. Oh, kom maar binnen. Ja, kom maar deze kant op. Oké, twee achter elkaar. Mevrouw Suikerspin, we moeten iets doen voor het te laat is. Ja! Oh, we kunnen niks doen, Jul en Julia. De enige die deze waanzin kan stoppen is meneer Kaasschaaf. Nog meer. Ja, deze kant op, deze jongen. Kant op. Ja, deze kant op. Ja, heel goed. Ja, parkeer daar maar, ja. Hey. Ja. Zo, goedemorgen, beste, lieve, rijke kopers. Ja, ik, meneer Kaasschaven, ben ontzettend blij dat jullie vandaag allemaal jullie gekochte attracties komen ophalen. Dus een applaus voor uzelf. Hè. Ja. Genoeg. Ja. We moeten iets doen. Oh, ik heb een idee. Hoe laat is het? Bijna 9:00. Wacht. Dus ik wens jullie heel veel plezier met het ophalen van de attractie. Nee, jullie kunnen nog niet naar binnen. Nee, wachten. Oh nee. En wie zegt dat? Stom, muizenmeisje. Oh. Ja. Ik bedoel natuurlijk, lief, schattig, snoetig muizenmeisje van me. Nou, het is nog geen 9:00. En dat was de afspraak. 9:00 kunnen alle attracties opgehaald worden. Nou, baas, daar heeft die muis wel gelijk in. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, dat weet hij ook wel. Nou zeg. En hoe laat is het dan wel? 8:58. Ja. Goed. Goed, dan wachten wij gewoon nog even 2 minuutjes. Ja. En daarna is het dag, attracties. Dag. En wat ga je nu dan doen? Ja, want over 2 minuten worden alsnog alle attracties weggehaald. Oh, ja. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Oh, nee toch? Goed, dat was met een turbulente vlucht, zeg. Zo snel mogelijk naar het park. Nog 1 minuut. Oh, het is te laat, jongens. Oh, het pretpark is straks echt voorgoed weg. Wat erg. 42 seconden. Oh, ik hoop dat ik op tijd ben. Ah, 10. 9. Oh. 8.
Oh, een stukje sneller alsjeblieft. Of... 7. Ja. Nee. 3. 2. Nee. 1. Oh nee. Dat stond. U zat toch in Texas? Ja, zat ja. Ja, maar nu ben ik terug. Dit, dames en heren, dit is een nep kaasschaaf. Ja, want ik ben de echte. Oh, mevrouw Suikerspin en Julia, ik heb jullie zo gemist. Oh, ik u ook. Toen ik bij mijn tante in Texas was, wist ik niet meer wat ik moest doen. En meneer Kaasschaaf, de boeven. Let op! De boeven! De boeven! Grijp ze, jongens! De boeven! Achter ze aan! Snel! Ja, daar zijn ze! Daar zijn ze! Jongen, Julia! Ja! Snel! Oké, opsplitsen, jongens! Ik ga deze kant op! Ik ga die kant op! We moeten ons verstoppen in het spookhuis! Ja! Ja! Gevangen! Wat is die nou toch? Hey, kom nou! Ja! Snel, hupsakee! Ik kom al! Je nou aan het doen, man! Overheen! Ja! Ja, oké, kom op! Kom op! Toen, wat zijn ze nou? Waar zijn ze? Hé? Hey, daar zijn ze! Ja, grijp ze! Zo even! Zo! Geef dat geld maar eens terug! En ik wil jullie hier nooit meer zien! Hop! Hop, hop, hop! Tante? Hoe komt u nou weer hier? Kareltje! Toen ik zag hoeveel het met jou deed dat alles in de Julianatoren verkocht ging worden, ben ik meteen achter je aangegaan. Maar u vindt de baas van een pretpark toch geen echt werk? Ja, daarin heb ik me wel een beetje vergist. Jij hebt net zoveel passie voor de Julianatoren als ik voor mijn moeder Ryan in Texas. Dat klopt, tante. Ja, en meneer Kaasschaaf is echt de beste directeur van de hele wereld. Inderdaad, Julia. Oh, en de allerliefste. Nou, tante, ontzettend bedankt voor uw hulp, hè. Gaat u nog gezellig even meespelen in alle attracties? Oh, daar zou ik zin in hebben. Maar ik moet terug naar mijn boerderij, de dieren moeten eten hebben. Maar kom je nog een keertje langs, Karel? Ja, natuurlijk, tante. Nou, mooi. Dag, jongens. Dag, tante. Dag. See you in Texas. Dag, tante Tilly. Doei. See you in Texas. Dag. Doei. Sorry lieve mensen, maar ik ben bang dat jullie vandaag niet alle attracties uit mijn mooie park mee kunnen nemen. Nou, dat is fraai. Nee, oh, maar jullie kregen wel allemaal jullie geld terug. Ja. Hij is een ontzettend goed idee, Julia. Jullie mogen vandaag allemaal gezellig hier komen spelen. En zoveel snoepen als jullie maar willen. Ook suikerspinnen? Natuurlijk! Ja! Veel plezier! Ik wil wel mijn geld pakken. Wat ben je, Julia? Oh, mevrouw Suikerspin, dat is maar net op het nippertje goed gekomen. Ik kan toch helemaal niet zonder de Julianatoren? Oh, maar meneer Kaasschaaf. En ik? Ik kan niet zonder u. Oh, meneer Kaasschaaf, nu weten we nog steeds niet wat de nieuwe attractie gaat worden. Nou, misschien heb ik wel een leuk ideetje. Oh. Oh nee, stop nou even. Wat is dit nou weer, zeg je? Dit is toch geen achtbaan? Stop. Oh, dan stop nou even. De Texas Twister! Wow. Oh. Ja. Dit is echt te gek, zeg! Nee! Ja! Maar meneer Kaasschaaf, hoe bent u op dit fantastische idee gekomen? Oh, gewoon. Zomaar.
Zomaar jouw kant op komt. De plek waar de Texas Sister lang geleden ontstond. Texas Sister, we gaan op avontuur. Texas Sister, ja, ik ben hier ver vandaan. Texas Sister, ga mee met ons op reis. En neem je vrienden mee naar het Texas paradijs. In de verre Texas zien we grote we draaiden door elkaar. Ik gilde heel hard, maar oh, wat is dit fijn. Zwaaien naar de mensen. Lekker in de zonneschijn. Oh, wat is dit heerlijk. Wat een leuke plek. Ja! De Julianatoren is te gek. Texas Sister, we gaan op avontuur. Texas Sister, nou ben je ver vandaan. Texas Sister, ga mee met ons op reis en neem je vrienden. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kinderpretpark Julianatoren.